Het eerherstel voor Anton de Kom door de Nederlandse overheid is van grote betekenis. Siegmund Staphorst, voorzitter van de organisatie NAXT, zegt dat een voormalig koloniaal bestuur eindelijk inziet dat hetgeen ze gedaan hebben fout was. Op 19 juni jongstleden heeft het Nederlandse kabinet bij monden van minister Wopke Hoekstra via de kinderen officieel excuses aangeboden aan de nabestaanden van de Kom met de woorden: voor het leed dat hij en zijn gezin hebben ondervonden door toedoen van de toenmalige Nederlandse autoriteiten. Staphorst brengt in herinnering hoe de Kom steeds werd weggestopt door de koloniale overheid, net als zijn boek Wij slaven van Suriname. Maar gelukkig hadden we Surinaamse studenten in Nederland in de 70er jaren. Die hebben eigenlijk het boek ontdekt, zomaar ergens. En die hebben ervoor gezorgd dat het gekopieerd werd en dat het dus verspreid werd, waardoor de gedachten en de visie van Anton de Kom levend werden. Ze kwamen terecht bij de studentenbeweging en vanuit de studentenbeweging bij de progressieve beweging. En zo is men meer te weten gekomen over deze geweldige strijder van ons. En nu, na zoveel jaren, zie je de erkenning komen. Eerst kwam de erkenning via tentoonstellingen in Nederland, via allerlei activiteiten in Nederland. Maar de excuses eigenlijk die moesten komen naar de familie toe, die lieten maar op zich wachten. De afgelopen jaren is er in Nederland een vernieuwende belangstelling voor Anton de Kom, middels exposities en opname in de kennen. Staphorst zegt dat wij in Suriname dat juist te weinig doen. Anton de Kom wordt niet echt genoemd in de schoolboeken. Onze schooljeugd weet er gewoon niets van. Surinamers weten ook weinig van Anton de Kom, juist omdat hij werd weggestopt. Zijn literatuur lezen werd als gevaarlijk beschouwd. Ja. En daarom hebben we een hele achterstand. En wat wij moeten doen nu, is ervoor zorgen dat deze informatie van Anton de Kom en over Anton de Kom levendig wordt. En dat hij steeds meer in de picture komt. En wat wij zouden wensen, is dat hij in de geschiedenisboeken vermeld wordt als een held. Met alle bagage die hij toen heeft verzameld en meegenomen heeft tot en met deze eeuw. Ja. Tezamen met het eerherstel komt er bij de Vrije Universiteit in Amsterdam een leerstoel die de naam van de verzetsheld draagt. Deze moet het eerherstel concreet en zichtbaar maken voor een breder publiek.